Oké, okay. Werkt dit allemaal? Vast wel. Dag Julia, wat zullen we vandaag gaan doen? Geen idee. Geen idee, we gaan messes gooien. Ga je meedoen met messes gooien? Ja hoor. Oh wacht, jij moet spelen. Waar moet ik heen? Dat weet ik niet, we moeten eventjes kijken. Het gaat wel heel snel nu. Dat komt door die sensitivity. Ik ben hier nog nooit geweest, ik heb Ricardo toen messes zien gooien. In het dorp. Je moet niet daarheen, je moet in het dorp. Oké. Okay. Wow, dat verandert even van kleur. De deur was raar. Dit ziet er leuk uit, hè, de grond. Ja, heel mooi. We moeten naar de mes daar. Waar? Ik wijs, maar dat ziet niemand. Nee. Ga je kijk eens omhoog, wat staat hier? Man, ga nou omhoog. Oh, daar. Mijn is met meer hoor. Man, niet, man, niet. Kijk, het is een mesjes embleem, dus dan kunnen we mesjes gooien. Ja, ja. En hier staat helemaal niemand. Waar? De man is zoek. Of misschien staat die man daarvoor. Het is een minigame. Ik heb het Ricardo zien doen. Oh nee, dat is de mevrouw. Oh wacht, het is ochtend. Die mannen zijn er niet. Gaat wel goed, hè, dat lopen. Ja, maar de sensitivity staat heel hoog. Dat komt door mij. Kan het niet lager? Als jij echt het heel graag lager wil, dan gaan we het nu lager doen. Oh, je loopt gewoon door. Kijkgevoeligheid. Ja. Zo laag hoeft het nou ook weer niet, hoor. Hallo? Dit is fucking moeilijk, hoor, voor jou om rond te lopen. Oké. Okay. Kijk, nou is hij nog snel. Dus gaan we even proberen. Okay. Trouwens, stond hij niet op tafel? Ga eens terug. Welke tafel? Die tafel? Deze, er staan allemaal flessen. Oh, ik dacht dat het Molotov cocktail was. Nee. Maar we moeten... Gaan we niet weten? Maar terug. Maar die man is er toch nog niet? Nee, maar het is nu al dag. Kijk, okay. Daar zit ook een man met een mooi rood overhemd. Ik zit te bukken om onder de parasol te kijken. Kan je met hem praten? Nee. Hallo? Hallo meneer. Kan niet. Nee, we moeten... Hier is die man ook niet. Nee, ja, ik denk niet dat hij achter zijn huis staat. Dan staat hij hele rare dingen te doen, die man. Ga nou maar weer eens terug naar Maniwani. Maniwani? Ja, die café. Nee, hier niet hier, dat is de andere kant. Oh. Beeld draaien. Ja. Dat is niet die kant. Waar moet ik heen? Daar, recht voor je. Daar staat money, oh, ja. Zie je? Money. Praat met je vrienden. Een gunst voor Citra staat er in beeld. Gaan we lekker niet doen. Is meneer Man er al? Meneer Man is er niet. What the fuck? Waar heb Ricardo dit gedaan? Geen idee. Ik heb het nog niet gezien. Nou, ga maar weg hier. Druk eens op ja. Start. En dan op voorwerpen maken. En dan op Bridgewater Quay R1. En dan naar spuitendoosje. Waar? Helemaal daaronder. Oh. Kruisje. En dan het grote spuitendoosje. En we hebben 2 vellen nodig van een luipaard. Oké, okay, dus dan moet je een rondje doen. Weten we dus wat we gaan doen. Ik ga een luipaard killen. Villen. Villen? Ga je hem filmen? Met je mobiel. Druk eens op start. Start. En dan moet je... Oh fuck, verkeerde knop. Je moet select. Rondje select. Select. Oh, rondje eerst? Nee, je hebt al het rondje gedaan, want je deed back. Oké. Okay. Je was al goed, je bent te snel. En dan moet je het luipaarden symbool zien te vinden. Wat is dit? Dat is een tijger. Wat is een luipaard? Ik weet niet wat dat embleempje is hoor. Ik ook niet. Je weet toch wel wat een luipaard is? Is het een luipaard? Het is zo'n hele... Ja, dat is een fucking miereneter of zo. Dit is een luipaard. Dan ga eens naar beneden. Naar beneden. Ja, daar. Kijk, zie je? Nee. Hier, dit is een luipaard. Ja, dat denk ik ook. Maar dit is... Daar. Dit gebied is helemaal kijk, rood. Hier. Dat is een luipaard. Oké, okay, en dan? Dus we gaan... fast travelen. Naar? Naar dit stukje. Waarom? Gaan we naartoe fast travelen. Waarom? Daarom. Kijk, moet je zo doen. Kijk, dan gaan we daar naartoe en als je daar dan aankomt, dan gaan we een luipaard. Ja. Maar dat gebied is rood, straks kom ik mannetjes tegen. Mannetjes? Ja. Of krokodil, net zoals net. Ja. Krokodil. Maar ik wil mesjes gooien eigenlijk. Mesjes gooien is vet leuk. Maar nou ga ik een luipaard doden. Ja, dan kunnen we eventjes ammo pakken, anders kan je niet luipaard doden. Nee. Oh, ik kan niet eens doen. Doe maar heel veel. We hebben al heel veel ammo. Oké.
Slaptop. Slaptop? Slaptop, ja. Is laptop. We moeten even een marker neerzetten op meneer Luipaard. Kijk eens daar. Maar meneer Luipaard is zo ver weg. En dan moet je er helemaal heen lopen. Zie je dat witte vierkantje in beeld? Ja, ik zie het. En dan pak je bal en dan ga je zo rennen en dan ga je daarheen. Goed? Ja. Donker rennen. Dat leg ik net uit, rennen. Zo ja. Waarom staan er twee pijltjes? Dat is, weet ik niet. Dat is waar we net vandaan kwamen. Maar ik zou niet recht over de weg gaan, want als er één auto aankomt, een jeep. Ja, ik kan niet, je kan er niet recht. Oh, ik hoor gegrom. Ik ook. Er komt een auto aan. Oh, die hoort bij, die hoort okay. bij. Ik zie ook een beer. Waarom kan ik niet naar boven? Okay. Ga maar heel snel rennen, sprinten, ja goed zo. Net zoals in Call of Duty. Mm-hmm. Waar moet ik heen? Ik zie geen pijltje meer. Je moet ja, het vierkantje. Ja, goed. Wow, dit is fucking ver. Als je nou naar het water toe rent, dan is er misschien een boot. Boot. Zijn er geen mannetjes? Als je druk eens op je pijltje omhoog. Pijltje omhoog. Kijk, op je camera. Als je dan op R1 drukt, gaat hij inzoomen. R1? Ah, en ja. L1 is uitzoomen. Dat is nog een keer R1. Ik hoor een auto. L1. Goed zo. Door een auto. Ja, maar die rijdt niet door het gras heen. En die rijdt ook niet op het strand. Dus dat is achter. Maar daar is de weg. Ja, maar het achter is. Ga nooit naar je toe. Niet? Nee. Wel. Kijk, daar is boot. Ga er maar heen. Net vullen ze me aan. Pijltje omhoog. Pijltje omhoog. En hieronder je kijken, anders vallen we naar beneden. Dan moet je een soepele weg zien te vinden hoe je naar beneden kan. Niet springen dus. Nee, nee. Dat is toch maar. Goed zo. Oei, oei, oei. Ah, ik klaai. Dan moet je het driehoekje ingedrukt houden. Hoezo? Dan ben je weer levend, zie je? Oh ja, was dood namelijk. Ja, dan moet je even een duik maken in de water. En dan moet je die boot pakken. En hoe doe ik dat? Hoe kom ik erin? Eerst kruisje. En dan vierkantje. Het staat ook gewoon op je beeld. Ja, hoe ja. simpel kan het zijn? Geschud? Ja, dat moet je niet doen. Dan gaat je boot trippen. Dan gaat die beatboxen en dan gaat die jansen. Hoe ga ik vooruit? R1. En sturen. En L1, dat oei, is oei. L1 is gas terug, dus dan gaat hij stoppen met varen. Je mag gewoon recht daarop af en dan mag je afstappen, als we in de buurt zijn. Hé, hey, daar liggen dingetjes. Oh jee, ik hoor geschiet. Niet daarheen varen. Waarheen? Links gewoon, door het water. Dat zijn mannetjes! Varen! Dat zijn mannetjes! Geschud! Oké, okay, ga schieten. Oh, wow. Dat was wow. waar. Jij schiet gewoon één keer in, wat meteen de game glitch. Dat doe ik goed, hè. Oh, oh jee, een haai, een haai. Je zit in een boot, hè. Ja, kan je niks maken. Nou, gaan we gewoon uitstappen. Boot, hoe moet vierkantje ik dat doen? Ingedrukt houden. Vierkantje? Nee, hoor, ik hoef niet ingedrukt te houden. Oh, nou sorry, hoor. Mevrouw Far Cry. Je hebt hem nou ingedrukt. Je schiet pijlen. Je moet even wachten, dan moet hij herladen. Even niet rennen. Oké. Oké, hij is al geherladen. Ja. Wow, geherladen. Herladen. Ren nog maar gewoon steeds op het vierkantje af. Ja, dat doe ik. Ja, je kan niet recht bergen op, hè? Dat kunnen mensen niet. Wel. Nee, dat kan niet. Schat, zoek een andere weg. Zo, dit is dan niet zo hoog. Het is glad, het is mos. Kan jij op mos rennen? Oh, maar hier is een weg. Ja, en dan moet je overheen en dan moet je snel die berg oprennen. Ja, ik ben ook een auto als ik ren. Ja, goede pad zoeken. Niet Wermos! Godsamme, je ziet hier toch gewoon een pad. Links nu, hè, want je hebt een marker in beeld. Ja, nee, die is de andere kant op. Nee. Waarom is het pijltje de andere kant dat op? Dat is gewoon, daar moet je niet op letten. Fuck het pijltje. Dat staat daar gewoon random, dat is een safe house. Nou, ga hier naar links oh. en... Doe even je camera iets meer naar beneden, want anders liggen we straks van de berg af. Kijk, daar gaan we al. Oei. Ga maar hier links. Links met je camera. Links. Zo ja, en dan dat is te ver links. Zo ja, dan gaan we naar beneden. Ja, daar. Goed zo. Glijden hier. Oei. Oké, hier naar rechts. Hier naar rechts. Hier naar rechts. Ja, rustig aan. Rechte berg oprennen. Lukt het nog allemaal? Ja, ik volg het nog. En dan komen we straks uit bij meneer Luipaard. En kijk op dit En hier kan ik ook niet omhoog. Oh, jawel. Nee, ik red het niet. En naar links. Deze kant. Dan daar. Kom op, je kan het. Nee, hij kan het niet. Wel, je moet springen.
Ja, hij kan het. Oké, doe je camera even goed. Hier kan je niet meer. Waar naar links nu, naar links. Links? Ja, daar ja. Daar omhoog? Ja. Oké, nu naar rechts weer. Okay. Hoe simpel kan het dan? Oh, niet naar beneden vallen, alsjeblieft niet. Waar hebben we ons nu? Wacht. Waar moet ik heen? Ik doe het wel eventjes. Ja, ja. Ja, dat kan gewoon. Oei, daar is die. Oh nee, dat is een zwijn. Een everzwijn. Oh, nog een everzwijn. Een zwijn. Een zwijn. Oh, hij staat ook te rek en strek hier. Hij doet rek en strek oefening. Haha, hij is dead. Nou, krijg je zijn vriendjes achter jou. Oh. Mew. Daar moeten mannetjes. We zijn. Maar daar zijn mannetjes. Oh, wacht, laat ik afstandsschoten doen. Daar ben ik toch pro in. Oeh. Nee, dat wil ik doen. Zie, ik kan er niks van. Ik kan het veel beter. Oh, ik had hem ook nog, zeg je dat? Nou komt hij achter je aan. Als ik hier naar beneden val, dan ben ik echt dede. Dede porno. Boom. Okay, als je dus over zo'n gasje heen rent, dan heb je je pijl weer terug. Dat is heel belangrijk, anders ben je al je pijl kwijt. Oké. Okay. Snap je dat? Ja, dat snap ik. Kijk, nou zijn ze dood. Dus zo snel doe je dat. Zo. Oh. Ik hoor een auto. Komt er ook gewoon opeens iemand aangereden. Oh jee. Dat zijn er wel heel veel. Kijk, nou heb ik ze allebei meteen weer gekild. Ik krijg een spannend muziekje bij. Oh, ik spuug de hele boel bij elkaar. Oh. Shit, dat doet hij als een baas. Maar we zijn nu bijna bij de marker aangekomen. Mm-hmm. Oh, hier was het auto-ongeluk gebeurd. Hier ben ik een keer geweest in een van mijn vorige parts. En toen ging ik dat onderzoeken. Oh nee, niet. Dat is een van de volgende parts. Oeps, teaser voor mijn coolheid. Oké, laten we hier een luipaard jagen. Zoeken. Zijn andere mannetjes weg? Ja, als het goed is wel. Ga maar weer verder lopen. Oké, we moeten even op select drukken. Druk eerst op select. En hier zijn ergens beesten. Kijk maar, zie je, zit in het hele gebied. Hier zijn allemaal... Oh, wow! Trofee. Wij zijn fucking goed. Een beetje een late reactie van mijn PlayStation. Oh jee. Wil jij niet alles omtrappen? Nee. Weet je wat wij gaan doen? Dat ging uit. Wij gaan kleine parts maken. Dus wij gaan het hier eindigen. Als jullie deze serie nou leuk vinden. Toch, Julia? Zeg eens wat. Zeg het hallo. 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 Dan moeten jullie even de video liken en ook even abonneren, zodat wij doorgaan met deze serie. Dankjewel voor het kijken en tot part 2 van de Met Julia playthrough.